Morning. Ik had echt gewoon maar 20 minuten diepe slaap en heel veel kernslaap. Ik heb heel veel van die vet rare dromen gehad die ik me nu niet meer kan herinneren. Dat je zeg maar alles vanuit je leven, zeg maar dingen vanuit je leven gekoppeld worden aan hele rare dingen uit films en zo vaag. Maar ik heb wel het gevoel dat het vet goed voor je is. Ik ga even het terras laten zien. Waarschijnlijk denken jullie, ik zie nog steeds niks, het is nog steeds lelijk. Maar het is echt al een groot verschil. Het is nu nog een kwestie van een schuur. En mooie meubels. Mijn schoonmoeder en Ha en zo, die hebben vooral heel veel lopen spuiten hier. Dus nou ja, de tegels vinden we gewoon niet mooi. We willen iets anders ermee, maar we hebben schoongespoten. Mijn schoonmoeder heeft al die onkruid eruit gehaald toen ik nog in de sportschool was. Deze kast is dus, toen bij de Aldi gekocht waren, we heel blij mee. Die is dus stuk gewaaid toen we op wintersport waren. Dus die heeft allemaal barsten erin, dus die moet helaas weg. Wat rommeltjes en dit. Ja, het is allemaal eigenlijk niet mooi. Deze tafel is nog van heel vroeger geweest bij zijn ouders. Dus die hadden wij hier nu staan als tijdelijke oplossing. Maar inmiddels wonen we hier al bijna 2 jaar. Die stoel die we toen bij 35 hebben gekregen. Alle plantenbakken die ik had gekocht omdat ik natuurlijk met 35 toen graag daar iets mee wilde gaan doen. Die staan nu hier. En mijn schoonmoeder die heeft ook dit al gedaan voordat ik kwam. Ja, deze ding vind ik ook wel grappig om te bewaren voor Halloween. Maar nu een beetje lelijk. Dus dat zou dan in een tuinkast kunnen. Maar dit heeft ze nog allemaal gered. Dit is bieslook, aardbei en... lijkt op munt. En nog tijm of zoiets. En dit is dan nog allemaal leeg. En hier heb ik gisteren alle onkruidjes en kleine plantjes uitgehaald en de aarde gered. En al die potten die dan eerst hingen, die heb ik hieronder gezet. Dat vond ik op zich ook wel netjes. En dan dacht ik, bloemen of planten die niet zoveel in de zon mogen, kunnen dan daaronder. En ja, dit nog. En dit willen we ook weg, maar we weten nog niet wat. Ik vind die stenen ook niet per se mooi. We willen uiteindelijk ook graag een green egg, maar ja, dat is natuurlijk ook hartstikke duur, dus niet per se nodig. En hier willen we dan een schuur. En dit is dan een grote zak met allemaal, grondafval en zo. Maar hier willen we heel graag een schuur. Maar ik denk dat ik de tuinbakken hier moet gaan zetten, omdat hier is ochtendzon. Kijk, dit is ook allemaal niet mooi. Nou ja, die stoelen zijn prima. Hier staat dan, ik heb volgens mij bijna niet zo vaak hier gefilmd, deze stoel, omdat in de ochtend hier lekker een zonnetje is. En nou, we hebben natuurlijk wel een zonnescherm, een nieuwe kozijnen, dus we zijn zoveel aan het aanpakken, maar het duurt gewoon allemaal heel lang. Dit doe ik even hier. Hier is nog zo'n lampje, maar ik weet niet waarom die... Die is misschien kapot. Die heeft Haat toen nog een keer... Nee, die hebben we toen een keer gekregen van mijn schoonmoeder, echt van de Vibra of zo. Best wel leuk, want die gaan dus gewoon automatisch aan. Misschien moet ik dus die plantenbakken naar rechts verplaatsen, omdat aan het eind van de dag is daar zon. En dan staat het dus volgende zon en dat is niet zo goed. Daar is ochtendzon. En vaak zit je aan het eind ook nog heel eventjes daar. Maar een lounge set of zo. Dan denk ik, waar zit je een lounge set? Want in de zomer is het bloedheet. Hier ga ik trouwens straks heel even in het zonnetje lekker. Een beetje met highlighters wat markeren. Van wat ik al had gemaakt op de toets. En ook nog eventjes markeren wat er belangrijk was. Wat ik nog heb onthouden in ieder geval. Voor later. Dat is wel handig denk ik. Dus ik ga ervan uit dat veel dingen die je nu op de toets krijgt later weer terugkomen. In ieder geval denk ik, ja, waar zet je een lounge set neer? Kijk, de schutting loopt alleen hier hoog. Dus ik denk dat je zit het liefst wel een beetje beschut. Omdat de band met de buren heel goed is, niemand maakt het helemaal dicht, zeg maar. Maar er zou je nog plantjes kunnen hangen voor een beetje meer privacy. Maar in principe doet niemand dat hier. Ik neig naar dat je dus hier als eerst een lounge set zou zetten. Maar de zon, ja, dan heb je in de middag gewoon goede zon. En we hebben ook buren hier, 2 naast, die hebben dus een overkapping. Wat in de zomer wel wat chill is, want in de zomer wordt het bloed heet. Maar nu het nog heel koud is overal, is het bij ons super lekker. Omdat het hier dus op het zuiden ligt. Maar in de zomer is dat dus heel heet. Nou, maar in principe die plantenbakken nu verplaatsen hoeft niet. Want nu is het wel lekker voor die planten als zon. En ik dacht, daar komt de schuur, dus dan zijn planten niet handig. Dus ik denk dat ik dat even nu moet laten staan. Het ziet er nu gewoon prima uit. En dan ga ik even studeren in de zon. Dus thumbs up voor deze tuinupdate. Overigens ook heel blij met de schilderij daar. Poesie, wil je nog even met de knoflook? Oké. Okay. Je legt allemaal slippers omdat we gisteren niet met onze schoenen naar binnen mochten. Die pot moet weg en die duizenddoos en die zak aarde. Ja, lekker bezig. Sexy outfit. Ik ga echt stuk op hoe goed deze Dyson is. Ik heb er een beetje mee geklooid dat ik ging maar natuurlijk wassen. Maar ik moet echt naar de sportschool, dus ik had geen tijd. Deze kant heb ik waarschijnlijk de verkeerde kant op gedaan. En toen, het was ook, ik had hem op de hardste droogstand gezet, waardoor die vet snel droogde. Dus dat moet je ook niet doen, want je wil juist dat het nog een beetje nat blijft. En niet na 3 seconden al droog is, omdat dat ding zo goed is. Maar ik ga echt stuk om hoe goed dit ding werkt.
Niet dat ik het zo wil hoor, maar ik heb maar wat gedaan. Op een gegeven moment ging ik gewoon even kijken wat gebeurt er als je nou die stijl... Je hoeft hem inderdaad gewoon maar vast te houden en dan gaat er al omheen als hij maar de goede kant op draait. Hele lange plukjes moet je soms eventjes hem wel even jaarplukje zo houden. Maar ik ga gewoon kijken wat er gebeurt als ik bijvoorbeeld kijk, deze heb ik echt gekruld. Maar hier heb ik gewoon een beetje hem zo random in mijn haar gedaan. Maar dan zie je, dan wordt het heel kloperig, wat logisch is. Maar alsnog geeft hij wel een beetje een body. Maar je kan hier echt veel mee. Maar nu ga ik het even worstelen. Kijk, dit is sowieso echt mijn slappe kant. Ik had het wel gewoon even gedaan met heet en daarna koud. Maar ik heb het, nou ja, misschien 10 minuten aan het klooien geweest. Ik moet echt even filmpjes opzoeken over hoe het moet. Ook weet je wel, ik heb nu... Dit valt op zich wel grappig, maar dat is niet hoe ik het wil. Ik heb hem dus, zoals je ziet, dus zo gedaan. Maar je hebt ook natuurlijk manieren dat je hem schuin doet, zodat hij schuin valt. Want nu is het echt een soort pony. Wat ik nog best wel vind staan. Maar waarschijnlijk borstel ik nu alles eruit, want mijn haar was nog niet 100% droog. Maar ik heb ook even die andere tools getest. Die zijn ook heel chill. Die föhn is heel chill. Maar eigenlijk gaat het me dus gewoon om dat ik dit gewoon zo glad kan maken. Met de föhn of met de föhnborstel. En de voorplukjes met de airwrap kan doen. Voor de rest, dat is eigenlijk de enige reden waarom ik hem wil. Omdat dit zit eigenlijk altijd al gewoon prima. En dat heb ik nu dus. Maar het is ook zo snel droog. Ik wilde het eigenlijk alleen de voorkant föhnen. Maar dat ding heeft zo'n hoge kracht. Ik lijk wel een zieke sponsor hier. Maar... nou ja, ik vind het wel geinig, maar ik ga naar de junior sportschool. Nu krijg ik hem waarschijnlijk, dacht ik dus al, niet in mijn staart. Maar je kan hier wel veel mee hoor. Het is zo bizar hoeveel het doet. Niet normaal. Maar ik heb het gevoel dat ik het een beetje de verkeerde kant op heb gedaan. Als iemand een goede link heeft van een goede, niet te lange tutorial of zo. Ja, dit kan natuurlijk niet. Nou, ik ga nog eventjes een proteïne shakeje maken en naar de gym fietsen van leg day. Dus ik ook nog de Stairmaster doen. En dan, als ik ook al heb gelopen, zijn mijn benen echt uiteindelijk te moe. Ik zou eigenlijk een plukje van die kant naar deze kant moeten doen. Maar dat valt nu gewoon niet. Dus eigenlijk ga ik het er heel even een beetje proberen uit te borstelen. Want hier kan ik nu even niks mee. Maar zoals je ziet, lijkt het wel een beetje op hoe het hoorde bij de kapper en zo. Alleen... hij moet gewoon niet zo vallen, maar zo. Dus ik moet de borstel denk ik zo. Helaas, voor jullie is de Dyson dus wel best goed. Dus iedereen die twijfelt, sorry als je hem nu gaat kopen. Maar ja, I know how you feel. Ik kan hier helemaal niks mee, jongens. Het blijft gewoon zitten, hoor. Ik weet niet wat iedereen zegt, maar het zakt uit. Maar het gaat niet weg. Jeetje. Het gaat gewoon werkelijk niet weg. Kijk dit. Oh my god, dan moet ik mijn hele hoge knop maken weer een keer. Ik hoop echt dat ik een beetje, als het straks zo mooi weer blijft, zoals vandaag, een beetje de motivatie hou. Nou ja, het moet gewoon van mezelf en ik vind het heerlijk. Maar ik denk dat ik dan misschien wat eerder op de dag moet gaan sporten met dit lekkere weer. Moet ik en mooi zeg, moet ik en andere sportoutfits gaan vinden. En het is gewoon minder chill om nu met deze mooie blauwe lucht te gaan sporten. Nou, ik maak straks even een beetje knotje. Ik stop nu met vloggen. Ik doe me denken aan mijn knot van vroeger. Wie weet het nog? Die ik altijd droeg met zo'n plukje hier. Oké. Okay. Ik blijf tegenwoordig zeg ik een beetje thumbs up. Maar ik vind het leuk om te doen. Dus thumbs up voor de Dyson review. Duimpjes helpen me om meer inzicht te komen bij mensen op YouTube. Thank you. Ik wil zeggen, oké, het zit een beetje goed. Time to go to the gym. Nou, het blijft raar, maar lekker boeiend. Bye. Woe. Zo, het is al 6:30. Ik heb best wel lekker gesport. Alleen op het einde had ik echt geen kracht meer. Maar ik moest het afmaken, dus dan duurde het heel lang. Maar we zitten inmiddels zo. En we willen dus eigenlijk al... we moeten alweer een tijdje weekboodschappen doen. Maar dat doe ik liever niet bij de Jumbo. Alleen, we hadden wel even boodschappen nodig. Maar ik toch even naar de Jumbo gaan. Maar ik vind het gewoon niet een hele leuke winkel. Niet leuk qua aanbiedingen, niet leuk qua producten. Maar ik vind het ook duur. Het is voor ons dichtbij. Ik heb in ieder geval weer even... ik wilde weer tulpen. Voor daar. En heb ik ook meteen deze gele rozen. Vond ik ook heel leuk. 2 voor 6. Ik ben ook bij de kaasboer geweest. Dat is wel heel lekker. Laatst had ik van die echte lekkere kaas gehad. En iedereen vond dat hier heerlijk. Dus ik heb een pittig belegen en een soort van romige middelmaat kaas. Maar niet jong, niet oud. En deze zakjes voor Poozie. Die krijgt ze 2 keer per week van de Action. Deze vond ik wel handig voor... in je tas of zo als je watersmaakje wil geven. Zonder sugar. Oh ja, dit is Katjang Pedis. Maar dan Katjang Pizza of zo. Ik ken het niet. Maar die man verkoopt het voor 1 euro. Ik vind het meestal wel leuk om dat soort mensen te sporten. Maar deze man vind ik nooit zo aardig.
Oh, met pizza kruiden. Dat had ik eigenlijk een beetje voor haar gekocht. Oh, niet pittig, wel lekker. Wij vinden trouwens scharreleieren lekkerder dan biologische eieren. Aan biologisch vinden we vaak dat er een heel gek smaakje zit. Dus, nou ja. Maar bizar dat dit gewoon €5,30 kost voor zo'n doos ei. Hier had ik eigenlijk meer van willen halen, maar het werd te zwaar om te tillen. Deze is voor mij, deze is voor haar. Dit is wat lekkers voor in de broodschommel. Dit is voor mij lekkere snackies. Deze voor mij vind ik niet het lekkerst, maar ja, ze hebben deze alleen maar hier. Voor haar. Dit is voor om op te snacken. Mijn romanesla was weer op, dus overal op, maar gelukkig hadden ze achter nog. Neppe cola zero. Appels niet voor mij. Kip wel voor mij. Brood niet voor mij. Nou, niet heel veel. Maar wel goede dingetjes. Die handig zijn om in huis te hebben. Ja, lekker. Gewoon lekker barbecuen. Besef even dat dit onze eerste keer buiten eten is van het jaar. My fave. Blijft trouwens echt wel zo goed zitten hoor. Want ik heb het echt 10.000 keer uitgeworsteld. Ik ben tevreden. En ik denk dat ik jullie morgen weer zie. Oké, good morning jongens. Het is tijd voor mijn wenkbrauw touch-up. Dit zijn mijn brows. Nog één keer even in beeld. En mijn pigmentvlekken. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik zie jullie zo weer. Zijn we weer. Een teamsgroep. Ja, toch? Ja, ik zou het eerder zo doen, ja. Oké, we gaan iets dikker, toch? Ja, ja, iets is dikker inderdaad. Een klein beetje, want hier heb ik nog wat haartjes. Die nemen we dan eigenlijk ja, inderdaad. Want ik wilde heel graag recht. Dus vorige keer is het expres hier niet gedaan. Maar we gaan dan nu toch een heel klein beetje nog hier erbij doen. En geen donkere kleur. Want geen donkere kleur. Nee. Dit is al een hele mooie kleur. Staat ja, super mooi. De kleur is eigenlijk perfect. Ja, inderdaad. Want als je hem dadelijk niet mooi vindt, dat donkere, ja, dan kan je niet meer terug. Nee, dat is echt zonde. En je kan hem altijd voor een feestje eventjes in iets donker meer aanzetten. Tekenen. Ja, wanneer je. Eigenlijk is permanente make-up ook geen vervanging nee, van make-up. Ja. Als jij je meer gaat opmaken, zwaarder gaat opmaken, ja, moet je ook je wenkbrauwen aanzetten. Precies. En ik heb het juist voor de dagen dat ik eigenlijk. Ik vind het zo heerlijk. Precies, inderdaad. Ja. Ja. Dus voor het dagelijkse is dit al. Dit is toch voor mooi, dagelijks. Al donker genoeg. Ja. Ja. Ja, vind ik ook. Ik krijg er ook zoveel complimenten over, niet normaal. Ja, oh, mooi toch? Ja, ook online. Iedereen is helemaal blij. Ik vind ook ja, dat natuurlijk gewoon heel mooi. Ja, hè? Ja. Gaat het verder hetzelfde als de vorige keer gewoon? Ja, in principe hetzelfde als vorige keer. En minder als vorige keer, dat wel. En niet tekenen meer? Nee, ik hoef niet te tekenen. Ook geen lijnen? Ik ga wel lijnen maken. Oh, dat wel? Ja. Ik ga niet helemaal uit de losse hand, zeker niet. Oké. Ja, heb je nog een spiegel? Ja, dat is wel mooier, denk ik. Ja, toch? Zeker, ja. Nog meer karakter, zeg maar. Precies, denk. Inderdaad. Ja. Nee, maar anders had ik het wel gezegd hoor, als ik dat van hou. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Nice. Zie je nog iets meer body of zo erin? Ja, let's do it. Mooi. Bij Charlotte doen we de combinatietechniek wenkbrauwen. En de combinatietechniek wenkbrauwen houdt eigenlijk in dat we bij de aanzet hier. Dus dan doen we hier bij de aanzet doen we de hairstrooktechniek. En de rest gaan we mooi poederen in de ombre powder brows. En daar komt eigenlijk de naam combinatietechniek vandaan. Daardoor was het ook heel mooi dat het hier wat strakker zo is en dan hier heel een beetje heel zo luchtig en heel poederig, ja, inderdaad. Ja. Dat is echt mooi. Dus inderdaad, de onderkant doen we daarom inderdaad heel mooi strak en iets donkerder aanzetten, ja, als de bovenkant. En waarom? Omdat in een echte wenkbrauw is het ook meestal aan de onderkant net even iets compacter, mm-hmm, als boven. Dus bovenkant houden we gewoon heel mooi luchtig. Ook de aanzet vinden wij mooi om die mooi luchtig te houden. En de rest doen we gewoon lekker mooi strak. En iets donkerder, iets aanweziger pigmenteren. En zoals jullie ook kunnen zien, doet het geen pijn. En geen voel bloed. Ik niks meer. Geen bloed of andere nare dingen. Je hoort wel eens hele vervelende nare verhalen. Maar het is minder spannend als dat men
het vertelt, rond vertelt eigenlijk. Dus hier doen we dan zeg maar ook net even iets luchtiger. En hieronder, hier, maken we hem net iets donkerder en net iets compacter. Maak je hem dan donkerder met de techniek of met de kleur? Met de kleur. Ja, je kan bijvoorbeeld met een potlood kan je een vakje zo donker inkleuren of gewoon heel licht. Dus het is wel dan nog steeds hetzelfde kleur, hetzelfde potlood. Maar de onderkant doen we dan net even iets meer lagen als de bovenkant. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Vincent van Gogh die heeft ook bijvoorbeeld een schilderij. Dat heeft hij alleen met één kleur, met een grijs. Nou, maar daar zie je heel veel accenten grijs in. En dat is eigenlijk wat we ook in de wenkbrauwen creëren met één dezelfde kleur. Dus ik heb hier niet een hele palet aan verschillende kleuren die ik in jouw wenkbrauw gepigmenteerd. Het is gewoon één kleur pigment. En die doe ik in het gedeelte iets meer lagen als de andere. Verder vind ik het en wij het hier fijn om met één kleur te gaan pigmenteren. Omdat en ieder kleur, een bruin is samengesteld van drie primaire kleuren. Dat is blauw, rood en geel. Stel dat je met meerdere pigmenten zou gaan pigmenteren en het pakt er anders uit. Dan moet je ook bijvoorbeeld drie correcties uitvoeren om het weer te corrigeren. En als je met één pigment pigmenteert, dan heb je maar één kleur te corrigeren indien nodig. Ja, en dan dus voordat mensen denken dat iedereen dezelfde kleur krijgt. Je hebt de eerste keer wel deze kleur bij mij gekozen. Ja, inderdaad. En wij doen eigenlijk, we hebben een stuk of 20 verschillende pigmenten. Ja. En we kijken eigenlijk naar de wensen van de klant en wat is haar eigen haarkleur. En aan de hand daarvan mixen wij eigenlijk een persoonlijke kleur voor haar. Dus bij haar hebben we niet één pigment, maar we hebben drie verschillende pigmenten samengesteld voor haar. Dus iedereen krijgt verschillende pigmenten of voor haar unieke samengestelde kleur. Ja. En dat is ook, dat maakt het ook mooi. Ja, de kleur was echt top. Ja, is precies. Ik had niet gedacht dat hij zo precies gewoon... Ja, maar dat is juist de ervaring en het fijne met het pigment waar wij mee werken. Ja. En met het apparaat waar wij mee werken, het Blomtown Liner pigmenten. Dat is echt gewoon heel, heel uniek. Woehoe. Het is echt zo grappig dat je nu weer dat te heftig gaat. Wil jij nog iets zeggen? Ze zijn hartstikke mooi. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ik bedoel, voor info of zo. Heb je alles gezegd wat je wil? Ja, volgens mij heb ik alles al gezegd, toch? Ja, denk het wel. Oh my god, ik heb even een risicootje genomen. Maar ik had dus gezegd dat ik het wat dikker wilde, want ik denk ik durf het wel aan. En nu denk je echt, oh my god, want het is natuurlijk nu heel heftig. Maar ja, dat hoort. Vorige keer was het al heel heftig, maar ik heb het echt een stuk dikker. Echt een stuk dikker. En ik vond het zo mooi hoe het was. Zo natuurlijk. Maar het smaakte gewoon naar meer. Het heeft het in ieder geval weer super mooi gedaan. Ik zal het even goed laten zien. Je ziet ook hier is het nu iets meer naar beneden. Oh, het is nog helemaal verdoofd. Dus het is iets minder recht. En eigenlijk wilde ik het dus recht. Daarom was het vorige keer wat dunner. Maar ik had wel iets van, ja, hier zaten nog allemaal haartjes. Dus het mocht van mij wel ietsje dikker. Dus dit is het nu. Als ik zaterdag naar een feestje ga, denken mensen echt, wat heb je gedaan? Maar ja, dit is niet hoe het wordt. Dus des te spannender is het nu hoe het healing proces gaat zijn, zeg. Oh my god, we gaan het zien, jongens. We gaan het meemaken. Wat vinden jullie? Let me know. Oké, ik heb even alle make-up van mijn gezicht gehaald. Ik ga ze even opnieuw doen, want het is helemaal verlept. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrok wel eventjes dat ik meteen dacht... Jullie weten bij mij, heel vaak als ik kapper naar de kapper ga of dingen doen, dan heb ik altijd spijt. Nou, de laatste keer... Mijn haar top, wenkbrauwen top. Dus ik had gewoon iets van, weet je, ik durf het aan om iets dikker te gaan. En tussendoor heb ik helemaal niet gekeken. Want ik vind het ook gewoon leuk om de eerste reactie in de vlog te doen. Dus ik zie het, ik denk, oh nee. En toen dacht ik, de vorige keer was het ook heel donker. Maar het is dus wel echt dikker. Maar ik kan het wel hebben, maar het wordt veel minder erg. Het is wel wederom weer heel mooi gedaan. Dit, hier zit geen haar. Dus dit is sowieso, maar dit had ik al. Alleen dit is dus wat dikker gemaakt. En nu ben ik eigenlijk alweer een beetje gewend. Maar ik denk dat Nicole zich ook doodschrikt. En dat Heel zich ook doodschrikt. Ik sta echt wel grappig als we straks een video opnemen met deze brows. Nou ja, dit is dus op zijn allerergst. Sommige mensen hebben zeg maar bij hun touch-up maar een heel klein beetje. En hun wenkbrauwen zijn dan nu klaar. Maar mijne gaan nu eigenlijk weer helemaal opnieuw genezen. Want er is gewoon
Het is gewoon veel meer dan de vorige keer. Dus waarschijnlijk op mijn verjaardag zit ik dan op dag 8 tot 10 dat ze weer licht zijn en lijken te verdwijnen. Maar ik weet niet meer precies hoe de fases vorige keer bij mij gingen. Ik had nog even een nieuw boekje gekregen. Ik weet alleen wel dat het vervellen echt reuze meeviel. Maar ik denk dat het net zo erg wordt dit keer, omdat ze gewoon... Nou ja, ik heb er zoveel pigment weer bij gekregen. Ik ben nu alweer gewend. Hebben jullie dat ook, dat je dan eruit komt, dat je dan echt denkt, oh nee, had ik dit wel moeten doen? En dat je dan echt zo'n uur later denkt, waarom maakte ik me druk? Nou ja, super spannend wel hoe het gaat worden. Ik ga nu een koffie nemen. Nicole komt zo, vet gezellig. Ze neemt ook een haarringetje mee voor mij en ook voor heel als hij thuis komt. En we gaan een Bachelorette kijken van of ze nog samen is met, ik zeg wel niet de naam voor wie ik nog moet kijken. Zo benieuwd. Nicole heeft het al gezien, maar ze wil het nog een keer met mij kijken. Ze heeft het vannacht gekeken, wat ik dus expres niet heb gedaan. En misschien gaan we filmen. Ik ga nu heerlijk cappuccino drinken. Want dat mag je dus niet voor de behandeling. En... zo Bella. But I still love it. Ik hou ook van mijn outfit. Ik had weer deze outfit aan. Hier word ik blij van deze look. En ik ga zo gewoon even een beetje... Alles is eraf. Mijn bronzing drops. Ook mijn crème. Ik heb alles eventjes weggehaald. Ook de make-up die ze hier had gedaan om een foto te maken. En dan lekker chillen met Nicole. Zin in. Ik had ze samen in één vaas, maar... Dat vind ik zonde, dus ik heb even een... Oh, deze is eigenlijk net een beetje te... I want your drama, your verdict was given. And you love me. Ik had alle vazen weer beneden gezet en opgeborgen. Maar er is ook een kans op een verjaardag dat iemand bloemen meeneemt. Dat heb je best vaak op een verjaardag. Het is ook leuk als er al bloemen staan. Oh, ik vind het eigenlijk wel mooi. Nou, ze hebben helemaal geen ruimte om nu te... Dit ziet er echt heel raar uit. Maar ik laat het maar even. Ik werd zo blij van die tulpen die daar stonden. Dat ik dus weer nieuwe tulpen wilde. En ik heb ook dezelfde kleur. Dat vind ik echt prachtig. Ik ga even voor die koek op mijn mukbang. Eventjes. Hij zou eigenlijk vandaag online komen. Hij was ook klaar. Maar ik ging hem luisteren. En ik vond dat ik iets te veel onzin praatte aan het begin. What's new? En dat ik... toen dacht ik, ik wil nog heel even checken of ik geen dingen zeg die ik misschien toch... ja, car privacy eventjes niet moet zeggen. Dus dat ga ik nu even doen totdat zij komt. Ik vind deze bloemen dus niet zo matchy in deze ruimte. Waar zou ik ze zetten? Het is wel leuk. Alleen die gebruiken we heel vaak. Het is ook mooi op de kast. Als je dit laat vallen. Ja, dit is mooi denk ik. Ja, toch? Nee, dan leg je alleen maar meer accent op dat die vaas niet klopt. Nee, het is geen gewicht. Het is ziek zwaar. Wow. Oeh. En dan mis ik die kast die hier stond waar we al de bloemen op zetten. Nou, ik ga nog even kijken waar ik het ga zetten. Hier kan het op zich wel. Ik laat het wel even hier staan. Dus waarom is ze altijd zo blij? Nou, ik ben ook altijd blij als jij komt, maar deze kat... Wow. Ik heb nog nooit zoveel liefde ontvangen. Ah. Oh. Jongens, geef Nicole even wat liefde in de comments. Mensen zeggen niks over jou in de comments. Nee. Waarom niet? Nee. Ben je nu bang? Oh, nee. Ik ben nog even mijn video aan het inkorten. Er is geen comments dan... Poesie. Poesie, kom. Nina. Nina? Elina, weet je dat niet? Ja, Elina. Poesie, Nicole wil dat... Kijk maar gewoon. Ja. Oh. Het is zo schattig, ze heeft het in de tunnel. Oh. Wij hebben net de video opgenomen, het is volgens mij echt heel leuk geworden. Het doel was om niet te druk te worden, maar het was alsnog best wel druk. Maar dat was echt leuk. Yo, mijn kauwgompje ligt daar nog. En nu gaan we dus de Bachelorette kijken die Nicole heeft gezien. En aan haar reactie te merken heb ik dus het idee dat ze niet meer samen zijn. En we eten deze chippies. Echt gezond ontbijt vandaag. Is dit je ontbijt? Nou, de video was mijn ontbijt. Oh. Ja, want ik moest heel vroeg bij die dingen zijn, dus ik had daarvoor niet ontbeten. Dit is echt heel lekker. Ja. He, dit is GTST. Oké. Kijk, we gaan lekker sla wraps maken. Augurken eten en bachelor kijken. Heerly. De deelname was van korte duur. Hoe kijk je terug op het avontuur? Ja, dat is wel Nadi. Voor een heel mooi avontuur. Ja. Mijn moeder vraagt waar de jongens op zijn geweest. Natuurlijk.
Ach, hoor, ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Ja, het was wel erg. Nee, jij had een infectie aan je been. En denk je dat dat jou nog enigszins heeft gesaboteerd misschien in... Ja, wel, misschien niet. Ik had er wel, wel wat ik van. Ik ga het Dat was er misschien ook misschien iets meer op de achtergrond. Dus ja. Zijn onze bachelor Sylvia en Joris nu bij elkaar? Zijn die bij elkaar, hè? Ik weet wel hoe je makkelijk overkrijgt, maar dan heb je gat in de deksel. Ja, we gaan helemaal opeten. Nee. Maar het gaat niet als je een gaatje in de deksel hebt. Ik vind het leuk. Nee, ze is echt een hele goede kapper. Als je wil weten wie het is. Dan zie ik oprechtheid. Ik tel je. Eerlijkheid. We gaan bijna zien of ze nog samen zijn. Je hebt daar zo'n plukje zo. Dat is grappig. Zie je niet onder mijn... Lang haar, hè? Oh, dat weet ik niet. Hoe het is om te zien. Ik heb zin om heel mooi mijn haar met de duizend. Maar ik heb er geen geduld voor. Zou ik het zo doen? Super blij. Nee, het is nu droog. Echt, ik ga het wel een keer doen, ja. Maar dit zie je ook al wel een beetje, vind ik, dat je de puntjes hebt gedaan. Dat maakt het gelijk gezond. Ja. Tuurlijk. Hier, dit. Ja, dat vind ik niet raar. Ja, want die denkt, tuurlijk wil ik dat. Ja? Nee, ik vind het raar. Nee, ik vind het niet. Sylvia, want ja, het is niet passend bij elkaar. Wel raar als je zegt, ik gun hem. Net als ik tegen jou zeg van ja, ik gun jou wel echt heel. Oké, dat is een beetje anders, maar dat is wel freaky. Ja, bedankt. Je mag hem houden. Ik heb hem. Ik zou mensen naast haar komen willen staan. Maar wat vind je eigenlijk van dit spijkerjasje? Waar jullie niet af. Dankjewel. Hou je ervan? Waar is die van? Ja, hoe je dus het opkeert. Er zat een rokje bij, maar die past ik niet. Heel leuk. Laten we er uitgebreid na de reclame. Want hier is de hoofdspeelster van deze tocht. De bachelorette zelf, Sylvia Geersen. Kijk dat klapje van Samee. Zag je dat? Nee. Dit. Vraag op dit moment. Nee, nu gaat de batterij net uitvallen. Uitgebreid over hebben. Want hier is de Sylvia Geersen. En nu gaat... Oh, hij kijkt weg en zo. Zo. Dank je weer te zien. Ziet er wel weer heerlijk uit, Sylvia. Ze is prachtig. Ik vind haar prachtig. Kijk, zo is het. Doe je het weer. Daar heeft hij al uit gedronken. Wat doet Giancarlo? Ik wil in mijn vlog de reactie doen van wat het wordt en hij batterij gaat uitvallen. Toen ik in één keer... Het gaat nog lang duren hoor. Ja? Nog samen, ja of nee? Zij pakt die lipjes op voor jou. Ik zou maar mijn liefde hier kunnen vinden. Het is haar lippen net te dik. Terwijl ze echt zijn, hè? Nee. Ik zou naar tv kijken, Winnie. Huh? Ja, ik had niet. Ja. Vinden ze mijn buik van Joris? Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel gewoon echt een droomman. Weet je het zeker? Ja, dat heeft ze ooit gezegd. Nee, maar zij had vroeger niet zulke. Oeh, hij kijkt niet blij. Dacht ik wel ineens van, dan begint het eindelijk pas. Ja, je denkt ze gaan meteen met elkaar samenwonen, maar dat doe je natuurlijk niet. En uiteindelijk was ik in Nederland geland. Zo kan je toch wel gespot worden? Ik vind hem zo ook zo knap. Oh. Ja, met een muts. Ik vind muts ook sexy. Meid, dat we nog samen zijn. We zijn nergens veilig. Is dit het antwoord? Ik heb het gevoel dat ze toch uit elkaar gaan, maar ik wil dat niet. De film is echt vaak. Hallo. Iemand moet die deur toch in de gaten gehouden hebben. Moest naar Sint-Maarten om te werken. Jouw hoofdje hier ook. Nog steeds dichter bij het punt dat hij dan weer wegging. Dat daar baalde ik dan weer van. Wilden ze niet mee? Vergaat ze altijd bij mij. Dan ga je heel lange tijd rijden en dan ben je toch weer bang. Uit het oog, uit het hart. En ja, hoe gaat dit dan weer? Want, ja, je bent ziek schattig op de achtergrond. Het begin van de relatie. Nee, die laatste avond was wel, ja, toen zijn er wat dingen... Hij valt uit. Oh mijn god. Waardoor ze eigenlijk de dag na weer op eerste kerst... Oh, dit is gewoon in hetzelfde huis opgenomen. Toen was afstand. Toen heb ik besloten van, ik kom naar Nederland. Half maart. En ja, het is al meer zoals het was. Verliezen. Ja, ik ben al verliezen. Ik vind dat wel heel leuk. Ja. Zegt hij, mag ik eindelijk komen? Is gelukt. Veel FaceTime, veel bellen. Ja. Elke dag bellen ongeveer. Een vlieg. Nou wel, ik heb bellen. Hij is echt verliefd, hè? Ja. Zeker van de zaak. Poesie. Het is zo gestoord. Poesie, hè? Verliefd. Ja, het heet pika of zo. Als je dit doet. Ik weet niet steeds beter hoe we met aan plastic.
mensen ziet of een kat ziet. Zijn die nou ook steeds beter hoe het er om moet gaan? Ja. Onze vrijheid. Oh, eindelijk kunnen ze leven. Oh, ik word hier helemaal blij van. Kusje, kusje. Hij komt nu toch wel ook? Ik moet gewoon huilen, zo blij ben ik eigenlijk. Oh. Ja. Kijk hoe die loopt. Kijk hoe verliefd hij is. Ja. Oh. Ja, dit is ook leuk voor de mannen dat ze nog samen zijn, toch? Ja. Hij blijft als die nuchtere boer. Ja. En daarom vind ik het net haar. Die zou ook zo reageren. Heel goed. Leuke poesie dat ze nog samen zijn. Ik ben vrij rustig van mezelf. Zo blij! Kijk dit show. Gek op haar. Ik word echt om mijn ogen vliegen. Oh, dat lijkt net mijn ouders. Heb je mijn ouders vroeger in opgoed geluk gezien? Ja. Zo schoon. Precies zo verliefd. Is het mogen vieren en... Volgens mij zijn mijn wenkbrauwen net zo dik als die van Monica en Sylvia. Goed kijken en tot volgend seizoen. Moet gewoon even wennen. Ze zijn nu donker, hè? Monica en Sylvia zijn volgens mij ook echt wel vriendinnen geworden. Ja. Of in ieder geval... ook heel veel samen. Ja? Gaat ze iedereen knuffelen? Oh, wat een mooi seizoen. Echt zo anders dan de vorige seizoen, hè? Oh, Poesie. Kijk. Mijn Remy. Oh, deze. Als je dit ziet, hou je toch echt van Nicole? Waarom zegt niemand dat hij van Nicole houdt? Het is toch echt geweldig. Zeg even allemaal dat jullie van Nicole houden. En doe een duimpje omhoog. Ja, dat was goed hoor. Soms heeft ze echt ziek goede tonen ertussen zitten. En ik wil naar buiten, maar mag niet met mijn brows. What's going on? Soms lijk je echt een beetje op Robin eigenlijk. Het is echt een lekker stijl. Leuk voor de buren. Eén iemand die loopt te blaren en één iemand die zo op het balkon gaat zonnen. Wat is dit musical? Jealousy, too hard to breathe. Oh my god, Nicole. Iedereen denkt dat ik het ben. Of you too. Want ik ken dit lied niet hoor. Van Kate Bush. Ik ken het niet. Ik ga hem nu in het echt laten horen. Ik ken deze echt niet. Ik heb het nog nooit gehoord van mijn leven. Ik ga echt op. Oh ja. Is haar? It's me, I'm country. Is haar hier? Oké, Nicole is weer naar huis. Dat is echt mega gezellig. Ik ga even mijn Chiquelle-pakketje laten zien en wij hebben lekker sushi besteld. Als uitzondering van de week. Yummy. Ik heb weer 4 dingen mogen uitzoeken, alleen ze hadden heel veel dingen niet in mijn maat. Dus het is weer spannend of het wat gaat zijn. Vorige keer was het allemaal een beetje te strak, die topjes. Ik heb altijd trouwens een kortingscode in de beschrijving staan. En zoals jullie weten ben ik heel erg fan van Chiquelle. Alleen soms gaat het helaas maar tot L en dan pas ik het niet. Maar het zijn wel altijd hele leuke dingen. Zoals dit topje, die was er dus niet in XL. Het valt altijd best wel klein. Maar deze vind ik heel mooi. Ik weet alleen niet of dit gaat passen. Het is een heel dun stofje trouwens. Maar ik had zoveel plezier van die topjes van Chiquelle afgelopen zomer. Hopelijk zit er in ieder geval iets bij wat goed zit. Dit is dus een jurk. Wow, die stof is echt mega mooi. Hele sexy lange jurk met dan als topje een beetje zo bloot. Eigenlijk van boven heel bloot en dan van onder is je dus wel lang. Huh, hoe valt deze jurk? Maar de stof is veel mooier dan ik had verwacht. Ik kan trouwens wel gewoon meteen even boven gaan passen. Dan wacht ik nog op het eten en ik wou toch even chillkleren aan doen. Dan nog zo'n zwart topje. Daar ben ik ook altijd heel erg fan van bij hun. Zo, dat eerste topje was echt een heel dun stofje, maar de rest is heel stevig. Kijk. Echt heel leuk. Ook super sexy. En dan de laatste is ook zwart. Ik had ook een heel leuk kersentopje gezien, maar ja, die waren dan niet op voorraad of zo. Soms hebben ze niet genoeg meer in mijn maat of voorraad en dan
moet je iets anders uitzoeken. Dit topje die een beetje see-through is, maar je ziet het is best wel klein. Oké, laten we meteen even boven gaan passen. Oh ja. Dit shirtje past echt totaal niet. Ze gaat niet eens een beetje dicht. Nou, ik heb het even aan haar laten zien en haar vindt het een heel leuk topje. Ja, deze ga ik natuurlijk niet houden. Dat staat niet. Dit past niet. Deze valt ook wederom heel klein. Maar ik vind hem wel heel leuk. Het is wel heel mooi. Hij is net een beetje strak, maar misschien kan het wel net. Moet ik even kijken. Ik zeg omdat het zwart is, zie je niet alles heel erg of zo. Kan net wel. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ja, dit is wel sexy. Ja. Maar je ziet, hij zit ook wel aan de strakke kant hoor. Wat vinden jullie? Kan dit net of net niet? Ik vind hem wel heel leuk. Ja, leuk toppie. En dan deze. Deze zit een stuk beter trouwens. Deze is gewoon een goede maat. Schijnt dus een beetje door. Je moet je wel een behouder doen. Dan zie je echt je tepel. Dit vind ik wel een leuke toevoeging aan mijn kledingkast eigenlijk. Die zit gewoon goed. Stofjes wat meer stretch. Leuk, hij is ook niet heel erg doorschijnend. Je ziet het zeg maar wel als je geen BH hebt dat je borst wat meer uit elkaar zit. Zodat die lijnen meegaan met de vorm van je borst. Dus hier zou ik wel iets onder dragen. Maar wel ook weer ja, de kwaliteit van Chiquel vind ik gewoon mega chill. Ik weet eigenlijk helemaal niet of jullie wel eens bij Chiquel besteld hebben of mijn code überhaupt gebruiken. Ja, los van het feit dat het dus vaak iets grotere maten lastig zijn. Zijn de kledingstukken die ze hebben wel echt super goed. Oké, deze jurk. Vind ik nu nog een beetje spannend. Ik heb echt in tijden geen blote armen gedragen. Sinds ik echt ben aangekomen vind ik dat nog, voel ik me nog niet helemaal comfortabel in. Het gaat de goede kant op. Ik vind het heel erg wennen eventjes om het zo bloot te zien. Maar ik weet dat ik dat in de zomer echt wel ga dragen. Het is echt wel een heel lekker stofje. Hier zit hij zeg maar zo. Ik vind hem nog wel een beetje heavy qua hoe bloot het hier allemaal is. Maar ik vind hem wel mooi. En de kwaliteit is echt super goed. Dus oké. Nou, dit was het. Dankjewel Chiquel en goodbye. Yummy. We hebben tonijn, zeebaar, salm, nigiri. Komkommer maki. Oh, dit is krab maki. Dat vinden we niet zo lekker, maar oké. Okay. Een soort van zo'n grote rol met van alles erin. En nog eentje, die is gefrituurd. Zie ik lekker. En wat zit hier allemaal in? Oepsie. Iets met garnaal. Nog iets met garnaal. En drie met garnaal. Wow. We hebben gewoon zo'n box waarvan je niet precies weet wat je krijgt. Maar het ziet er echt heerlijk uit. Ik moet echt weer die ene sojasaus gaan kopen bij de Eco Plaza. Oké, ik ga even die ene die kapot is proeven. Ja, ze gaan even kip aan het pakken. Die had ik wel uit het vriezer gehaald voor het avondeten. Maar toen kwamen we erachter dat we niet echt avondeten in huis hadden. Dus toen hadden we zin om weer een keer dit te bestellen. Prima, niet bijzonder. Nou, meestal vind ik de garnaal echt altijd heel goed. Maar ik ga even die gefrituurde proeven. Oh, ik ben niet echt onder de indruk, hè? Nee. Zo, het ziet er echt heerlijk uit. Ja, maar zo. Het is wel gewoon lekker, maar niet heel goed of zo. Maar het is alsnog gewoon lekker. We gaan eten en we kijken een super creepy film en die heet Gothica. Gothica. En dan Gothika.